Goedemorgen allemaal, wat is vandaag? Je wilt niet weten. Zaterdag. Zaterdag, 23e en 26e gaan we alweer naar huis. 27e. Even normaal doen. 27e vliegen we terug. Woensdag. Dat is 26 toch? Nee, dat is 27. Anders doen we ik ga het even checken. Dinsdag is 26. We gaan woensdag pas terug. Dus jij hebt een extra vakantiedag. We gaan dus zo meteen uit dit hotel. Dus we moeten zo meteen onze spulletjes weer inpakken en doen. En we moeten om 11 uur uitchecken. Het is nu bijna 8:30. Het is 8:30 al. We hebben al ontbeten. Dus we gaan nu nog eventjes naar het zwembad om daar eventjes te chillen. Met eenden. Want we zwemmen hier eenden in het zwembad. Ja, niet als wij erin zitten. Nee, ik jaag ze wel weg. Zo. Precies. En dan gaan we daarna inpakken. En het is best wel een werkje. Dus ik denk dat we ook niet zo heel erg lang gaan zwemmen. We moeten om 11 uur eruit en we mogen bij het andere hotel pas inchecken om. Drie uur. Dus we moeten in de tussentijd eventjes wat bedenken om te doen. Maar we gaan naar de Florida Mall, want Fabian had gisteren een bestelling van Abercrombie gedaan. En dat wil hij even ruilen. Dus dat gaan we daar doen. En dan daarna misschien naar de Premium Outlets. Fineland Premium. We moeten in ieder geval eventjes die uurtjes volmaken. Dus we gaan nu eerst lekker naar het zwembad toe. Het is het is tijd om in te pakken. Ik heb mijn koffer hier naast me staan. En dan gaan we nu beginnen. De koffer is ingepakt, maar mijn is veel te zwaar. Nog steeds. Nog steeds? Ja. Hoeveel is je nu? 23. Zijn bijna 24. Oké. Okay. 23,5. Dus ik zit met een klein probleempje. 23,5, een halve kilo te zwaar. En er moet nog een halve kilo bij, dus ik denk dat je een kilo te zwaar zit. What to do now? Het is tijd om te gaan. Hier is mijn koffer, daar is mijn klein koffertje. Daar is nog mijn andere koffer, mijn oude koffer. Die moet er nog eventjes mee met de boodschappen en zo. En dan gaat Fabian hem zo even helpen. En dan gaan we naar het volgende hotel. Of althans, eerst... Jezus, dat ding is zwaar. Eerst alle spullen in de auto leggen. Dan gaan we naar een mall. En dan als het tijd is om in te checken, dan gaan we naar het hotel. Doei, Zwinsel. En een fijne dag verder. Op mij iets beters. Op mij iets beters. Wat een grote koffer. Oh, Jezus. Zwaar, hè? Ja. Bepakt en bezakt. Daaronder ligt mijn koffer. Want die past niet in de achterbak. En daar is Fabian. Hallo allemaal. Die gaat ook weer mee. Gezellig. Ja, toch wel. We rijden nu naar wat? Volgende keer ga ik niet mee, ik blijf achter hier in Florida. Ja, precies. We rijden nu van naar de Florida Mall. Ja. Wow, ik dacht dat er een kras op het raam zat. Maar dat is die weerspiegeling van het... Van de zon. Jeetje, ik denk oh nee. We rijden nu dus niet naar de Florida Mall. Vaar weg te verdruilen bij de Abercrombie. En we zouden eerst naar de Dunkin' Donuts gaan. Oh ja. Oh ja. Ik wil even kijken. Zo schattig met z'n tweeën. Hij heeft ook een Amerika vlaggetje achterop. Ja, dat zijn wij ook. Ja, over een paar jaar. Over 10 jaar. We zijn in ieder geval lekker bij de Dunkin. Nog niet bij een echte Dunkin geweest deze vakantie. Ze zoeken werk, mop. Ja, laat maar hier werken hoor. Misschien mag wonen dan. Ik vergat helemaal om te vloggen in de Dunkin Donuts. Maar ik had een Dunkin, of een donut met chocolate en sprinkles erop. Was heel erg lekker. Het ging alleen niet helemaal vlekkeloos in de Dunkin. We kregen verkeerde drinken en eten en weet ik het al. Dus daarom was ik vergeten te vloggen, maar we rijden nu van naar Florida Mall. Florida Hotel. Die zit vast aan het winkelcentrum. Dus je loopt daar vanuit gewoon meteen het winkelcentrum in. Als je echt, echt, echt elke dag wil shoppen. En wij gaan nu de... Is dat een ingang? Volgens mij wel. Ik weet het niet hoor. Weet je al zien, hè? We gaan in ieder geval naar de Abercrombie en even door de Macy's lopen. Ik kan niet echt wat kopen, want ik heb al overgewicht. We hadden nog een couponboekje, die konden we inleveren. En dan kregen we allerlei kortingsbonnen, weet ik het allemaal. En toen kregen we deze tas. Van Vera Bradley. Oh, it's so beautiful. Oh, je mag hem lekker zelf dragen. Oh, hij is echt lelijk, sorry hoor. Komen we toevallig nog even langs M&M World. Dat is wel even leuk om te laten zien. We hebben er nog nooit wat gekocht. Als je binnen komt lopen, dan ruikt het zo ontzettend naar chocola. En naar M&M's. Dat is echt niet normaal. En hier kun je gewoon allemaal M&M's kopen. En zoals dit, ik zal even een prijs laten zien. Doosje met M&M's is $10. Hoeveel gram is het dan? 200 gram. Maar het zit wel in een mooi doosje, van. En hier allemaal merchandise, t-shirts. Oh, deze is mooi. Wat voor maat is dit überhaupt? Maatje woonboot. Is het bedoeld om te dragen dan? $27. Maatje XXL. Nou, al kreeg ik er $27 bij om te dragen. Nou, kijk nog schattig. Kan je nog. Als je hier heel diep inademt, dan proef je ook M&M. Ja, maar dat komt door die geur gewoon. Ze hebben wel echt leuke dingen hoor.
normaal. Dat is echt niet normaal. Oh, $5 gaat eraf. Als je ook nog muur snoep koopt. Want deze dingen, hè, Fab. Die zijn nog niet gevuld. Er zit niks in. Maar ze zijn $15. En hier is de wand. Met alle M&M's in alle kleuren. Allerlei soorten en maten. Ziet er wel heel leuk uit. Roze. Rood, paars, oranje, geel, groen, blauw. Alle kleuren van de regenboog. Vraag me af of ze ook zwart-wit hebben. Een mix met alleen zwart en wit. Ik zie het zo niet. Een mix met alleen zwart en wit. Maar ja, dat kan je gewoon zelf maken. Nu richting de Abercrombie & Fitch. Fabian weet uit zijn hoofd waar die zit. Dus dat scheelt. En het is vandaag best rustig in de Florida Mall. Je zou het niet zeggen, maar het is echt rustig. Want soms kan je hier niet eens lopen. En kijk al deze ruimte nu. Hier, ik kan gewoon zo doen. Hoppa. Lekker even lunchen. Fabian is al begonnen. Ik heb ook lekker een broodje. Het is echt zo druk in het food court. Het is echt niet normaal. En ik ben net aan het vertellen hoe rustig het is in de mall. Nou, hier niet. We hebben net lekker geluncht bij de Florida Mall en we staan nu voor de Burlington. Fabian is nog eventjes een petje halen hier. Hij had al een pet gekocht van Tampa Bay. Gewoon een blauwe pet, er staat TB op. En hij wilde er graag nog eentje voor het geval dat er een stuk gaat. Ik heb er toevallig ook een gekocht, dus als we ze allebei op hebben, dan is die matching. Het was trouwens die pet die ik gisteren op had in Busch Gardens. Dus die is nog eventjes aan te halen. Daarna gaan we naar ons hotel rijden. We wilden in eerste instantie naar Vineland toe. Vineland Premium Outlets. Maar het is al bijna 3 uur. En we dachten, als we nou eerst alle spullen uit de auto halen. En die bij het hotel droppen. Dan kunnen we daarna gewoon op ons gemak outlet door. Ik vind het toch niet zo'n heel prettig idee dat mijn koffie hier op de achterbank ligt. Dat gaan we zo eventjes doen. En dan eten we bijvoorbeeld 's avonds bij Vineland in de buurt. Ik heb geen idee. We zijn allebei nog nooit bij die mall geweest. Het zijn wel outlet malls, maar we zien het wel. De ingang van ons laatste hotel van de vakantie, helaas. Voor de laatste 4 nachten. We hebben een paar dagen geleden via Hotwire geboekt. Ik weet even niet meer wat het kostte per nacht. Maar we zijn heel erg benieuwd. We hebben natuurlijk niet zo hele goede ervaringen met het vorige hotel. Dus we hopen dat dit wat beter is. Kamer 333. Yes. Here we go. Oh wow, ziet er goed uit. Super. Ruikt beter dan nu al. Oh, wat fijn dit zeg. Hier ga ik nu liggen. Uitzichtje. Wat een mega tv, hé. Ja, veel groter dan die andere doen. Kijk, water. Moet, oh, maar als je dat neemt, een... niet doen. Nooit water drinken in een hotelkamer. Mooi uitzicht dan, serieus. Spiegeltje. Hé, hey, we hebben 2 spiegels. Allebei eigen. Badkamertje, douche. Jezus, wat een mega douchekop. Hier nog een kast, nog een spiegel. Ja! Yeah! Wat fijn dit zeg. En nou, spullenbak. Yes. We zijn gezetteld. Koffertjes liggen op bed. Daar is het uitzicht. Fabian heeft zich eventjes omgekleed. En we waren nog even aan het twijfelen om naar het zwembad te gaan. Maar we gaan toch nog eventjes naar Vineland Premium Outlets. We hebben net gezien dat het handbagagekoffertje, dat is die hier, 23 kilo mag wegen. Dus de stress voor... het gewicht is in ieder geval weg. We hebben er 2 namelijk, dus 46 kilo alleen maar in de handbagage. Maar je moet hem wel zelf kunnen tillen in het dingetje boven waar je zit, zeg maar. We zijn wel sterk, maar 23 kilo boven je eigen gewicht. Ja, maar dat 23 kilo kan denk ik dat ding niet eens aan, nee, joh. Dus... maar hij is nu 9, of 9 was die van mij, hè? Maar voor jou is 9, is niet 11 of zo? Volgens mij was mij een 9. Dat zou kunnen. Ik weet niet meer, maar in ieder geval, we gaan gewoon even puzzelen en meten op woensdagochtend. Woensdagavond vliegen we, dus dan komt het vast goed. We gaan erachter komen. Daar is de, wat ga je nu wegen? Ja, een handkoffertje, maar wil ik het weten ook. Dat is trouwens geen vieze onderbroek, dat is mijn zwembroekje. Jij hebt gelijk. 9 toch? 9,2. Hé, ik heb wel vaker gelijk hoor. Dus hoeveel kilo mag er nog bij? Veertien. 14. Ja, ik was bang om het verkeerde antwoord te geven. Dat wist ik. Ik zet die ook gewoon op een hele moeilijke manier zet ik je neer. Maar wat zei ik nou net? Slaag 14. Nee, ik zei, wat zei ik daarvoor? Ik zei iets. Ja, ik wil naar Fineland gaan. Hè? Nee, iets anders. Ik weet het niet meer. Ik wilde iets zeggen, ik ben het vergeten. Ik weet alweer wat ik wilde vertellen. De meneer beneden bij het check-in had uitgelegd waar onze kamer zat. En het was de lift uit en dan links de hoek om.
En Fabian komt de lift uit en die gaat rechtstoel om. Dus ik zeg, nee, het is links. En zei Fabian, hun de nu. Wat? Dat praat ik helemaal niet. Wel. En op een gegeven moment hoor ik hem in de verte iets zeggen. Komt teruggelopen met die koffer. Had ik toch gelijk. Hé, schat? Ik heb vandaag gebeurd. Ja, dat is vandaag gebeurd. Ja, zeker weten. Dit is Vineland Premium Outlets. Hetzelfde opgezet als heel veel andere outlets. Lekker buiten, stuk overdekt. Sommige delen niet, sommige delen wel. Nee, het is wel wat duurder. Ik zie Tots links, Cavalli links. Ja, het is wel een segmentje duurder. Je hebt ook een Burberry en een Prada en zo. En we hebben wel al wat geshopt. Bij de Levi's. Ik heb 1 jeans gekocht. Ik had nog helemaal geen broeken gekocht, maar ik wilde toch wel graag een broek. En broeken van Levi's zijn toch wel heel erg fijn. Dus Fabian heeft er eentje uitgezocht en ik heb er eentje uitgezocht. En dan zijn ze $40 per stuk. 2 voor 80. Dus dat hebben we in ieder geval gescoord. En nu gaan we gewoon even kijken waar we nog verder terechtkomen. We hebben nog steeds maar 1 Levi's tasje. Maar ik heb een ander tasje gescoord. Oh jee. Ik heb 2 hele mooie kledingstukken gescoord bij de Burberry. Het was op zich niet eens zo heel duur. Ik liep tegen iemand aan. Oh, ik liep tegen iemand aan. Nee, ik. Oh, oké. Okay. Ik liep echt niet tegen. Het was helemaal niet zo heel erg duur. Er was heel veel korting. En het zijn hele mooie items. Eentje is een trui met zoveel procent wol en zo. Nou, het is gewoon een hele mooie trui. En een t-shirtje. Dus ik ben blij dat ik ook nog een winter item heb gescoord. Oh, leuk. Ja, een trui inderdaad. Ja, een trui. We lopen nu, we zijn hier wel al geweest. Nee, we gaan hier naar rechts, daar zijn we als enige nog niet geweest. Oh. Nee, ja. Het geld is nu wel op. Nee, we liepen wel een beetje richting de uitgang, omdat we best wel honger hebben. En het foodcourt hier is heel erg druk, dus we hadden er niet zo heel veel zin in. Ja, maar er staat daar... Gaan we gewoon alleen maar... Oh ja, kijk daar. Volgens mij is er een straat na deze straat. Hier niet. Ja, volgens mij wel. Denk ik. We gaan wel alleen even naar de drugs nog. De foodcourt vonden we dat dus te druk. Dus we gaan zo meteen richting de uitgang om gewoon ergens langs de weg lekker te eten. Nu nog eventjes de laatste winkeltjes. Dan terug naar die kant naar de auto. Daar. Fabian is de auto weer kwijt. Ja, gevonden. Hey, je bent wel vaker de auto kwijt. Horen jullie de wind? Het gaat denk ik over 5 à 10 minuten heel hard los. Kijk de lucht. Snel de auto in. Oh, ik rij natuurlijk. We gaan niet tegenover bij de McDonald's eten. Lekker! We zijn weer bij de gekke McDonald's. Want we hebben zo'n trek in die pizza van gisteren. Nog een keer geskimd worden. En nu hopen we dat we niet geskimd worden, want volgens mij is het hier gebeurd. Dus we hopen dat het goed gaat. En ik hoop nu ook dat ik pepperoni op mijn pizza krijg, want dat was de vorige keer ook niet zo. Maar let's try. Dit keer gelukkig met pepperoni. En Fabian met kip. Oh, ik heb zo'n honger. We zijn boven in de gekke McDonald's en hier is een hele speelhal. Dus we gaan even wat muntjes kopen. En dan gaan we denk ik even airhockey en andere dingen doen. En daar kun je uiteindelijk met je tickets prijsjes ophalen. Maar moet je kijken hoe leuk het hier is. Mega groot ook. Hé, hey, er is ook basketbal, toch? Geen idee. Deze kostte $5 en als het goed is heb ik 30 credits. Alleen ik heb even geen idee hoeveel je met 1 credit kan. Ik heb echt geen idee. Maar dat gaan we nu testen. Ik dacht, ja. Want je moet hem swipen of zo. Swipe de card. 8 credits kost het. Oké. Hier mag ze wachten. Jij maar 1 hand. Maar hier krijgen we geen credits, geen tickets voor, hè? Voor deze. Thank you. Fabian moest weer agressief doen hoor. Eindstand is 6-6. Ik zeg, goed gedaan. Helaas heb ik er nog in, hè? Dat is na de tijd. Ja, nee. Echt heel erg leuk. Ik had net met Flappy Bird echt vet veel punten. Kreeg ik vet veel tickets, echt heel erg leuk. En toen gingen we basketballen, maar dan kregen we geen tickets. Hier heb je gewoon, dit is gewoon een kansding. Spannend win je tickets, maar dan moet je niet. Misschien... Ja. Serieus? Nee, ik weet niet wat het is. Je moet er met een bal opgooien. Oh, dat vind ik leuk. Nou, dan ga je dat doen. Oké. Okay. Dan heb je daarna nog 4 keer Flappy Bird. Wel goed doen, hè? Ja, ze scoren hoog geschreven, echt handig. Ik weet niet wat ik moet doen, dus als ik het verkeerd doe dan... Nee, dat maakt niet uit. Oh, je bent vet goed! Kom op, hé!
vroeger op honkbal gezeten? Wat zou je nu zeggen? Die zijn 20 punten, hè? Wat heb je daar? Ja.